Hoe ben je er op het idee komt om een genealogie te maken over jouw familie? Ik denk dat het ene verwees naar het oren. Je hebt een vriend en dan weet je zijn achtergrond en dan denk je, waar komt die wij? Oh, van die. En zeg je dat toch? En nog eens een keer terug. En dan kom je heel hoop dingen zien en denk je, hey, dat is de moeite waardig. Dus dan begin je verder te praten. En dan val je van die niet door. Ja. Ik kan verder net uitleggen waarom, maar het geeft gewoon zo. Eén keer inzetten. Dus ik krijg als een passegelverzameling. Dan begin je ermee gek mee te verzamelen. Een passegel tegen wat mooier dan mij. Maar hoe meer ze verzamelen, hoe gekker dat ze ermee worden. Want die herhaal je destijds als ik. Ik denk dat dat nog krijg ontdekken, uit waar vuil komt erbij enzovoort. En zo gaat het met genealogie. Ik ben begonnen niet door in Westel, want daar ben ik geboren. Nou ja, dat is nu heet die is gewoon. Dus heet die weer, dus ik niet door in Westel geboren. Dat weer dan de oudste trein is dat het jeet. En toen lijn de gegevens alle keer in de oude. Daar heb ik een hele hoop dat wijs aan. En toen dat verwees mij naar Heerenveen. Nou, van Heerenveen ben ik naar Leeuwen gegaan. En van Leeuwen ben ik in Zwolle terechtgekomen, want daar kwamen wij oorspronkelijk uit Overijssel en dan werd het heel interessant. Dan denk je, oh. En het bleek dat wij een paar jaar in Blanksiel waren. Tot welk jaar, tot hoe vier in de tijd kan je waarom gaan om je voorouders waarom te vinden? Verste in 1540 ook het worden. 1540? Ja, dat is verste. Daar heb ik de trouwakte van ondertekening. Het mooie ervan is, al die lui die trouw zijn en dood zijn, die zetten hun handtekening dat die gewoon leren schroeven. En dat weer al uniek in die wereld. In die tijd was je nog zeggen dat dat Napoleon hier de achternaam invoert, hadden wij al lang een achternaam. Ja. En dan vraag je, hoe komen wij wel aan die achternaam? Die er dan van, en dan weer zoon van, hè, of dochter van. Maar dat is, wij hebben dus al een echte achternaam. En hoe die ontstaan is. Voorouders die gingen dan naar Wollenskerk, dat was een zaak dat je dat voort hebt. En er is eigenlijk niks van doorblauwen. Het weer is dat er weer verdeeldheid tussen de heel oude ouder en deze streek. Maar dan denk je letterlijk waarom is dat eigenlijk zo groeit. Nou ja, wij gingen net, ik denk dat mij wist dat wij net naar Sjerk gingen. En dat zit schuil, maar die hele streek, die hele Veenstreek daar, we zijn schrijven van 12 van. Niet een zeggen dat ook. Ik ook zelf hier in het jeugd dat wij soms uitscholden voor heidens. Maar dat leden vanzelf, dat kreeg niet bij mij van hun ouders, want dat betocht ze zelf net. Wisten dat het hier wat we willen. Maar dit is de blauwe auto wat schijnt, dus de ouder, Oosterhouder en de polderdijk. Dit is weer van ouders een boerenstreek. En die accepteren toen de vervelers net. Want die vervelers die praten heel oors. Die gingen hun overigste taal bij om. Wie dus oorspronkelijk zijn door de veenarbeiders, hier terechtgekomen, kwam dat volk dat agendeerde net en die, ze woonden net dat die veenarbeiders hier begroeven worden, want die stanken. Die gingen een oren lucht aan de boer, dus dat was een keer. Het ging zelfs saf hier, dat ze net eerst met de dik naar de oudste trui gebracht worden mochten. En dan gingen ze dan met een bok, met een veenbok, worden ze daarin gebracht. Dat weer oorspronkelijk, dan krijgen we door discriminatie nodig, dat is maar goed honderd jaar in, die hebben weer hetzelfde huis voor de hele wereld. Maar dan gingen ze het wetter? Dan gingen ze het wetter, ja. Ja, oké. Dan kwam alles achter me aan. Dan kwam er eerst zijn schijt. Dan kwam er eerst een paar turfstrooisel in. Want het was alles gewoon wetter vanzelf. Dan mochten de mensen zijn dat ze het wetter zagen. En zo was dat wat uitdekt. Ja, en dat is letterlijk dat wat verhegen. Doe je de oudste trui zelf is een heel eind zakken. Doordat die verveling eruit kwam. Het eind van oude is hier 12 meter veen. En je van Oosterhouden. Ourend naar Tjokomata, hier van Oosterhouden weer een goede hele meter. En het ging steeds hield het verder tot aan de Mata. En daar stond de Sietermeesterveen. Later waren er dan op een sluis, waren de turf inladen. Het sluisje dat is er dan nog.
En dan waren de schepen laten met turven. Dat woonde in Holland. De turven waren niet west nou voor. Kijken dat ze nou iedereen het garen weer hadden. Dat hoort nooit weer. Het noorden had altijd leveren. Ja. En niks kregen. Die is hier geboren in Oude Trijgeer. Hoe heet je huid? Geert. Mijn huid heet Geert. En vroeger dan hielden ze de gewoonte, dan waren de namen die waren op een regel genoemd. Eén voor mem, eén voor huid, eén voor mem, eén voor huid. Maar wie huid, die hier is een. Wie huid, zijn huid heet Hendrik. En de huid van Beppe, die heet ik Hendrik. Dus dan werd er weer een Hendrik. Toen is mijn huid in de geert worden, maar er gebeurt toch een flesje drank. Kijk, vorige was de wie een geert de boom, die was in Spanburg vroeger. En dat was in Spanburg zijn oudste broer. En die zei, nou, geert, Hendrik, het kan ook wel een geert worden, want ze praten over iets. Dan kreeg ik van mij een flesje drank. Nou, akkoord, dan is huid geert worden. Terwijl dat ijs op een regelhoog hier Hendrik geert worden. En mijn mam is in Duitsland geboren en in de Mainstreek, dus in het Roergebied. Mijn paken die had steeds werken daar in de mijn, ik van de jarenmoeder vanzelf. Daar ben ik zien ben en daar ben drie van in Duitsland geworden. Maar van mijn mam ik bij had. Nou, en toen met de Eerste Wereldoorlog, toen ben ze daar weer bijgekomen naar Rehalta. En daar ben hij de mam en waar dus zien kom, daar komt het op wel. Hey, maar waar ben jij dan geboren? Hier op een Marwaai dus. Op een Marwaai. Wie in jouw zin is de band? Nee, ik ben het redden. De winnaar twaalf. In de taal ben ik met mijn 8 jongens en ik heb 1 zusje die is in de jouw geboren. Maar leven ze allebei nog? Nee. Nee, zei er. Mijn oudste broer is daar en ik heb 1 zusje die is daar. Die is dan al jong overleden, of niet? Ja, die is 41 jaar nog een goede. 40 jong? Ja, 40 jong. Ja. Ja. Hoe was je vroeger toen je hem daar op een Marwaai op de Meerweg wen? Hoe was je de leefomstandigheden daar? Nou ja, en ja, heel betrekkelijk krijgen ze eigenlijk niet tegen hier in oorlog zitten. We kregen goed eten en te drinken, dat is hoofdzakelijk hier appels met het grieten, maar dan weet ik wat zo. En nu schijt hij hier dan gewoon om balken te messen. Ze mochten dus, qua vergunning mochten ze 1 messen, maar die schijt hier al die 2. Dat mocht hij, dat konden mij traperen, maar dat is nooit gebeurd. En dan hier er 1 voor de handel. En die 1 voor de handel, dat weer loopt meer voor tabak. Als voor eten en drinken. Want ik heb wel de indruk gehad dat ze gekker op tabak waren als eten en drinken. Want ze kwamen altijd bij zijn hartstikke tabak. Ja. Het bleek dat hij een tabaksplantage had met een boer of al de ouder. En die jongens in Schwallenwaai moesten bij de bladen erover halen. En dan gingen ze naar de zolder te drogen en dan gingen ze bij me wonen en dan gingen ze naar de oude Ebbetstraat. Hoe ze dat kleren kregen, weet ik dat. Dan waren ze fermenteerd en dan kregen ze mooie tonsjes gaan tussen. Zwarte tabak. Goed, dus dat kleren had, moest maar net zeggen, ik weet het niet, maar dat is hier afgehouden. Maar dat weer mooi handel, hè? Dat weer mooi. Als het op de bank hier is, dan zal ik je over dat er weer komen. Ja, 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 ja. Dat is net alleen hoor. Nou ja, en toen begon ik uit mijn biedensnaaierij, want de vlierbedekking weer er net en de vluchten de matten. Steken, nou en dan, maar. En op rechter weer het zo vol, ik geloof dat er een mannen zijn, zo'n op een hege dik al een vlecht in hielden. En dan leefde aan Brennick maar in Snes, daar had ik ook dat spul hende. Die kreeg de handel mee. Dus ja, ze hebben hier bestaan. Dat was wel uniek, dat oude de poort achterkreeg bij die. Bij Brennick, maar dat was daar van zeer aan. Ja. Dat iemand dus daarop ingong en dan maakte de tassen en sloffen zelfs van bieden. En dan moesten die bieden, die moesten sneeuwen worden. Voor de langste dag. Want als ze naar de langste dag sneeuw waren, dat verhaal vertelde mij letter, dan waren ze hurt. En als ze van kregen van tevoren, dan winnen ze in de groei. En dan kwamen die stoeken te steen. En dan moesten wij gasten al die onder de maat om die stoeken te keren. Hè? Dan moesten niet de zin zijn. Ja, 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 ja. Nou ja, dat weer toch een goog om handelen beginnen door de manier. En daar had het mij redden. Thank you.
oorlog, hoe heb je de jeugd beleefd in de oorlog? Wien je bang? Nee. Dat besef je mij denk ik dan net. Het weer was, we zeiden naar jongens, we gaan eens luchtgevechten en de vliegtuigen doorgaan. En dat gebrand door de lucht in, en dan jij ik u zei, dan zei ik, ben wel toen. Nou ja, dat is weer. Dat weet ik net, want die gaan dan naar Duitsland te bombarderen. Dat kijk ik me herinneren als in zon weer de luchtgevechten. En dan waren er in de nacht waren er vliegtuigen van boven gaan. Nou ja, dat weer voor u. Moest je je maar voorstellen als nou de jeugd het vuurwerk had. Dat weer prachtig om te zien. Maar daar achter Heerenveen, die hoek, daar ben ik waarschijnlijk daar helder. En dan dacht ik, die liggen hier vlakbij, maar dat weer verzellen. Zou je weer volle veertig voor dat je dat zien kon. Maar daar stonden wij jongens in de nacht voor de hoes om daarna te zien. En dat vond ik wel heel interessant. Ik weet wel dat mijn oudste broer, die kwam mij koeltjes van punt 50. Dus eindelijk, wat die vond, dat weet ik nou nooit. Dat is hard voor in die rommel opgerommel. Wat moest er mij? Waar komt dat wij? Dat heb ik vond. Nou ja, dat is een vliegtuig waar rekken. Want dat vliegtuig aanschijten worden, dan lasten ze vaak een hele hoop rommel voor het gewicht om de strot te vliegen. Ja. Ja, en wij, dat beleef je als band was zelf, dat weer interessant. En je had een gebonden in de vierde en dan had je een verhaal. Maar ja, wat er nou echt gebeurt, dat weet ik niet. Alleen ik een hele goede herinnering heb op een snijde morgen. Toen we de gasfabriek in de jaren beschermd. Waarom was ze dat in? Moest mij dat vragen, had ik geen idee hoor, maar het gebeurde wel. En toen kwam die vliegtuig, die kwam erbij, zagen en hier zagen er bij mij en die eerste schade niet teruggekomen. Die kreeg een motorpech. En ik weet nog, die vliegtuig nog altijd. En we stieren mij eens high daar. En dan hebben ze gezegd: dukken, deulen. Nou ja, hoe vier die man zei, weet ik niet. Dat nou echt gevaarlijk bleef, dat weet ik niet. Dat kon ik net bezien. We kennen alle keer de film Soldaat van Oranje. Ik weet me nog te herinneren dat het in zo'n zante gebeurde, daar de film werden bij Ele Huizen en andere keer werden opgenomen op een wit huske. Maar dat wie het helemaal niet. Het wie hier met het weeswijs. Ja, hier achter ja. Ja. Ja, bijna maar dat broek dat was mijn vreemd. Ik weet het denk en dan met het spelen in Holland en de gemiddelde Nederlander die denkt dat het daar afspeelde. Dat weer helemaal zo. En toen kregen we dus dan ik nog dat het, die shit daar heeft zo gemaakt. Werd dus Schaper bij betrokken weer. Die landen met vliegtuig en die hadden dan die soldaten die waar die mensen niet verwonen hadden waren. En dat is toen verred en dat had een hele grote steek oorlog geweest op zo gemaakt. Dat heb ik net beseft. Maar is dat daarachter gebeurd op een Lietse polder? Ja, achter, ik moet me voorstellen, hij kwam van de kant van de was in Nigau en dan hoe de oude wiel in de nemen ze dat nou, de stik. Daar kwamen ze doorheen en hij leidde wat vreken, want hij had toevallig een hele jong buislijn met de boord. Dat weet ik wel heel toevallig. Ik leidde de schaars erin en op een jong tijd komt er een boord achter u liggen. En een zwarte boord, of heel donkerblauw, weet ik niet meer. Komt een man erin, ik denk, ik had hem wat vaker zo, maar ik wist dat niet hoe het was. En dan kwam er bij me en zei, ben je hier bekend? Zie ja, dat kijk ik wel zo, zei ik, ben je geboren? Hij zei, wij landen hier in vliegtuig. Ik zei, oh, weet je dat? Nou, ik zei, wij landen achter de polderdijk te zijn. Als ben, daar vliegtuig op boorden. Er zitten boorden onder, dat weer voor u naaien. Wij konden alleen een vliegtuig op willen, maar net met boordjes onder. Nou, hij zei, dat klopt precies. Ik zei, maar waarom kom je van die kant? Nou, die vlucht die lag altijd van de hoek of van Lemmerhout. Zoek hem maar op, nooit van die kant. En het is toen verreden, dat het een enorm stuk oorlog had, dat weet je, op het maar. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Toen ik trouwde in jaren 50 met mijn eerste vrouw en toen hebben we de eerste een dochter gekregen, de oorste weer dochter, Femke. Dat is zo lang nadat we trouwd binnen denk ik. En daarna hebben we nog een dochter gekregen. En in 1957 was ze ziek, ja. En dan vinden alle haar onderzoek en ze konden niks vinden, maar het kwam weer op dat ze een tumor achter de long. En dat is dat ik en ik kon er toen niet eten, weinig om niks aan doen. Het schot in Hardenlein. En ja, toen ben wij, toen is hij gestoen en toen had dus in Heerenveen gestoen en toen had Katrien, die weer daar in de verpleging en die weer de nachts.
En toen werd ik ernaast bij Klaaske, dus hoe het jong benauwd. Vaak weer ze benauwd dat ze heen weer was, want ze was aan de blauwe hoor. En ja, op de snijden ben je 12 oktober is ze stoorn. Dat de jeentje van haar huid. Dat komt naar de vader. Nee. Met je veehoer, haar huid weer jeentje in de stoorn. Want hoe oud mocht jouw eerste vrouw wijzen? Wat worden? Ze is 28 jaar. 28 jaar. Ja. Ja. Hier 12 hamkes van. Nou ja, toen stond ik raar in de meest. Toen wist ik eigenlijk even net hoe het moest. Ik wist niet meer hoe ik de gang naar krijgen moest. Maar de fijn dat ik erbij zitten. Dus ik heb verschrikkelijk hoofdsteun aan mijn omkreten gehad. Een broer van mij bij mij geweest. En ik kreeg wat briefcontact bij iedereen. En wat die goede situatie. En toen ben wij letterlijk, toen ben ik niet getrouwd. Dat ging net al van harte vanzelf. Want en bij mijn huid, die zei, ja, dat is een 12-jarige kerel, dat komt ongeveer op jou. De situatie weer net... Nee, dat weer net om te juichen. Nee. Dat weer voor haar moeilijk, voor mij moeilijk, maar voor die ouders. Ik wou begrepen van die kant van haar ouders, dat die dacht, ja, moet dit. Dat moet je wel komen, als je dochter thuis komt en je zegt, ja, ik heb verkeerd mijn vent, maar weer ben. Dan denk ik dat je gemiddeld alle gasten zitten van, oh ja, moet dit. Ik heb het lauwe roos. Maar dan vind ik, wij zijn dus toch wel trouwd. Hij was heftig ruzie, maar ik heb een enorme steun aan haar. Dat zei ze net weer hier, dat het moeilijker werd voor mij om eruit te komen. Maar je hebt de Gerrit nog een man gekregen. En de Gerrit hebben we nog zo'n gekregen. En ja, hoe moet je dat zeggen? Die steun weer geweldig, maar ondanks dat het nu al meer dan 50 jaar in is, ben ik het nog nooit kwijt. Nee. Dat bloed bij je. He, dat die vrouw is door en dan zie ik met wel iets van is. En ze vregen mij, zat daar op passen? Ik zei, hoe is het erin te zetten? Dat mijn laatste adem daar. Ja. Maar je weet niet wat de laatste adem is zelf. Maar in ieder geval, dat heb ik dus meer ik zelf redelijk goed in. Maar ik zou een fout maken, hè. Ja, maar dat wil ik, hè. Maar ik denk wel, ja, ja. Ja. Hoe gaat het nou met je? Nou, man, kan je wel zeggen. Ik ben dus, ik zit echt in de liefste ogen, lichamelijk. Tussen de heren gaat het dan redelijk, maar mijn lichaam neemt me in de steek. Als het lichaam zegt dat, dan kan je net zoveel schillen. Dan kan je dat leren om me om te gaan. Maar tussen de heren, dat leer je net, dan ben ik net. Nee. Als ik drieën ben, en dan ben ik wel zeker neurig. En dan begin je soms te vlokken en te voeten te schuilen. Dan zei hij, wel, moet dat zo? Dan zeg ik, nee, dat moet niet zo, maar ik moet het kwijt. Ik moet mijn ellende tussen de heren kwijt. En dan ben je onbeschoft soms, onhandig. Voor mezelf, dat accepteer ik wel. Maar ik heb een hele grote achterbaan. En die achterbaan van mij ben alle jaar vrij pinter en meester. Daar ben ik heel gelukkig mee. En daar wil ik graag nog van genieten. Als ik zo goed. Hoe ik een vordering naar de jeugd maak, dat alle jaar. Ik heb ook contact met de man van de begrafenisvereniging. Ik ga al even naar de prijsvereniging in de Oude Hoske. Ja, maar net de jongen bij, denk ik. Nou, ik heb gezegd, zei de man, ik zei, nou, heb je dingen, hier, ik zei, wat kost dat? Nou, dat zag ik jou naar, dat zei, maas kost 1100 euro en medisch 1200 euro. Ze werden met verschillen, ze zei, medisch komen, hij zei, hij had hem meegen alle tijden, maar de bloemen slagen als ze willen. Hij zei, mijn man moet je vertellen eruit. Hij zei, dat scheelt die 100 euro. Dan weet ik er niet van wat. Maar daar zijn geen koekjes en koffie bij. Oké. Alleen de braderen. Ja, dit ben mooi verhaal, Tenboom. Prachtig mooi. Mag ik jou bedanken? Meesken, als je hem denkt van, dit ben zulke mooie verhaal en wij zullen dat ik graag eens vertellen willen, dat kan je hem altijd nemen, want we willen graag even bij je op visite komen. Mocht je zitten van, ja, hoe kan ik contact met hem vinden? Je kan altijd eens even zien op www.radiospanburg.nl en ook eens eventjes info@radiospanburg.nl.